De provincie Friesland trekt 5 miljoen euro uit om 190 jonge talenten aan een baan te helpen. Gedeputeerde Johannes Kramer maakt in het werkervaringsproject Talent voor Friesland dinsdag bekend. Het is onderdeel van het provinciale investeringsprogramma Werkje voor Friesland. En dat wordt betaald uit de zogenaamde NUON-gelden. Woensdagmorgen zaten ambtenaren in de hal van het provinciehuis klaar om de aanvragen in ontvangst te nemen. De subsidieregeling sluit op 1 mei 2014 of zoveel eerder als de pot leeg is. De provincie beoordeelt en beschikt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Werkgevers mogen mbo'ers, hbo'ers of universitair opgeleide op kosten van de provincie voor 1 jaar in dienst nemen als trainee. Wiebren Jorritsma was een van de trainees die bij de provincie werkervaring mocht opdoen. Hij is nu genomineerd als jonge ambtenaar van het jaar. Nou, de jonge ambtenarenverkiezing, dat is een landelijke verkiezing om de beste jonge ambtenaar van Nederland te ontdekken. En daarmee de meerwaarde van jonge ambtenaren binnen de overheid echt positief op de kaart te zetten. Dus dat is het doel van deze verkiezing. En moet je daar nog speciale dingen voor doen? Ja, er zijn een aantal voorrondes waar je jezelf moet profileren en jou jezelf neer wilt zetten waarom jij denkt dat jij daarvoor in aanmerking komt en waarom jij een goede ambassadeur zou zijn van jonge ambtenaren binnen de overheid en daarbuiten. En er zijn een aantal tests voor geweest, presentaties houden, groepsopdrachten en een aantal voorrondes die zijn nu geweest en nu zit ik in de finale eind januari in Utrecht. Ik wil graag mijn nieuwe energie Friesland nog mooier maken. Het coalitieakkoord is daarbij een prima uitgangspunt. Toch aan de ene kant authentiek te wijzen, een echte plattelandsregio, maar aan de andere kant ook innovatief te wijzen, zodat de mensen nog meer energie krijgen dan om jou. Want dit ideaal wil ik graag mooi werken. Ik heb mijn studie leefbaarheid bestudeerd in stad en krimp het platteland. Ik heb bestuurservaring met Friese evenementenorganisatie en regiopromotie. En daarnaast ben ik projectsecretaris bij de gemeente Grijns, waarbij we met bewoners en experts een nieuw visieplan maken voor de ruimtelijke kwaliteit. Het is een mooie uitdaging om de belangen van zo volle mogelijk mensen op elkaar te stemmen. Maar uiteindelijk één groter doel en dat is een prachtig mooi Friesland. Zullen wij Friesland naar je energie aan? Ja, dan ons gelijk mee naar boven in het torentje van het provinciehuis. Ben jij echt een ambtenaar die het hoger opzoekt? Nou, ik vind het mooiste van deze plek ook dat je goed de buitenwereld ziet. En daar gaat het natuurlijk om, hè, dat wij ons werk zo goed mogelijk doen voor de buitenwereld. En dat is ook een van mijn speerpunten, dat die meerwaarde voor jonge ambtenaren is intern belangrijk, maar vooral ook daarbuiten. En die verbinding zoeken met de meanskip, zoals wij dat noemen, dat is belangrijk. Mekaya is ooit ook uitgeroepen tot jonge ambtenaar van het jaar. Heb jij daar met hem adviezen over ingewonnen of iets in die richting? Nog niet, maar die afspraak zal ik binnenkort zeker plannen. Om van hem ook nog wat tips te krijgen hoe we die finale het beste in kunnen gaan. Zijn waarde en in stand in het huis van ons land. Hand in hand in de Friese land. Nou ben jij niet een gewone ambtenaar, maar jij bent binnengekomen via een traineesprogramma. En dat is nu vandaag toevallig ook helemaal aan de orde. Kun je eens uitleggen hoe dat gaat? Ja, klopt. Het traineeprogramma dat is een hele mooie plek. Want op die manier kun je als jongere werkervaring opdoen na je studie. In dit geval, in mijn geval, binnen de provincie Friesland. En het mooie daarin is dat je ontzettend veel kunt leren van je collega's, maar ook echt veel nieuwe dingen in kunt brengen. Dus dat is echt een win-win situatie. En het is nu in het nieuws omdat een deel van het NUON-geld wat de provincie heeft ingezet wordt voor een traineeprogramma niet alleen in de provincie als overheidslaag, maar in de hele provincie. Dus ook bedrijven en andere non-profit clubs kunnen op die manier trainees werven. En er zijn op dit moment 190 plaatsen beschikbaar gesteld. Die worden gefinancierd door de provincie. En de bedrijven bieden daar een opleidingsprogramma in aan. Zodat, net zoals wij als trainees hier binnen de provincie, je ook jezelf goed kunt ontwikkelen. En wat belangrijk is na je studie, omdat op dit moment heel veel mensen na hun studie geen werk kunnen vinden. En daar helpt de provincie Friesland op deze manier bij. Wat heb jij hier bij de provincie geleerd?
Nou, en heel veel dingen. Hè. Het leuke van het werken bij de provincie vind ik dat het ontzettend veel onderwerpen komen hier langs. Dus dat je kan je in die zin heel goed ontwikkelen, ook persoonlijk. En een voorbeeld is dit traineeprogramma, hè, wat gisteren dan gelanceerd is met een grote persconferentie. Op die manier bijdragen aan een mooi en sterk Friesland. En dat is iets wat mij wel aanspreekt. Hoe zie jij je toekomst? Nou, de komende jaren hier bij de provincie Friesland, dat is wel duidelijk. Ik voel me hier erg op mijn gemak en het is echt een prachtige werkgever. En daarbij komt dat ik voor een flexpool werk, dat is een soort intern detacheringsbureau. En op die manier werken wij op heel veel verschillende plekken in de organisatie. En kun je dus ook heel veel onderwerpen kom je mee in aanraking. En dat spreekt mij erg aan. Dat kan ik nog jaren volhouden. Dan ben je een Wommelser. Maar je woont in Groningen. Ja. Hoe kunnen we dat aan het volk uitleggen? Ja, dat is dat klopt. Blijven hangen naar de studie, hè? Bekend verhaal. Zie jij voor jezelf een ambtelijke toekomst of zie je een politieke toekomst? Nou, die twee hebben natuurlijk sterke raakvlakken met elkaar. Maar ik werk op dit moment in een ambtelijke organisatie. Maar ja, dat is sterk geleerd aan de politiek. Hè? Die bepalen natuurlijk voor een groot deel waar wij onze energie oprichten. Dus op dit moment nog ambtelijk en dat bevalt me heel goed. Kunnen we je steunen in je nominatie? Ik ben blij dat je dat vraagt, dan hoef ik het zelf niet uit te leggen. Ja, dat kan zeker, want er is een juryprijs aan verbonden, maar ook een publieksprijs. En die publieksprijs, daar reken ik op het publiek natuurlijk hier in Friesland. En die kunnen stemmen op futuur.nl. Futuur met een F en daar is een publiekspoll. En daar gaan we voor.